Toen ik weer terug op de fiets stapte, was het echt wel, uh, moest ik echt wel van ver komen. Uh, ja, nu gaat het al een stuk beter natuurlijk, maar, uh, maar ja, die echte topvorm, die, uh, dat heeft natuurlijk al wat tijd nodig. Nou, hopelijk dat dat uh, de komende weken richting de tour nog, uh, nog wel gaat lukken. Kijk, het begon al dat door corona zeg maar, uh, heel veel wedstrijden stilvielen. Uh, dat was al een tegenvaller. Hè. Vervolgens op het moment dat de koersen doorging uh, raakte ik geblesseerd. Uh, dan waren we een beetje doorgestukkelijk in het seizoen en eigenlijk ja, dit voorjaar was dan zeg maar, de nieuwe kans. En ja, begint het eigenlijk het, het verhaal weer helemaal van voren af aan. Dus het was inderdaad wel een beetje van uh, nou daar gaan we weer. Maar uh, ja, ik wist ook een beetje hoe het was natuurlijk. Um, en het enige wat ik kon doen is proberen daar zo hard mogelijk aan te werken om, uh, om weer terug te komen. En uh, ja, goed, dat uh, heeft al geleid tot, uh, tot waar ik nu sta. En, en wat ik zeg, hopelijk over een paar weken weer gewoon terug op niveau. Het begon er natuurlijk mee dat we uh, met het meeste team van de ploeg eerst voor moesten zorgen dat ik weer uh, helemaal uh, fit was eigenlijk. Dus een uh, nou ja, goede operatie gehad en uh, vervolgens heel plan gemaakt met revalideren, wat inhield dat ik eigenlijk. Uh, Iedere dag naar Eindhoven ging voor een periode of zes, zeven weken. Uh, voor, uh, ja, in het begin eigenlijk vrij weinig. Hè? Mobiliseren en uh, hele lichte oefeningen doen. Ja, Langzaam dan een beetje opgebouwd. en uh, ja, Dag in dag uit gewoon uh, progressie gemaakt. En op een gegeven moment dan kun je weer gaan fietsen. En dan uh, ja, is dat zeg maar, uh, begint dat met, uh, met een uurtje waarbij je zeg maar, je linkerbeen half gebruikt. Maar dat gaat dan eigenlijk volgens mij ook vrij snel. En uh, nee, goed, dan blijf je oefeningen doen. En uh, gaandeweg gaat het beter en beter. Uh, dat ze eigenlijk op voorhand al zeiden van, uh, we willen jou daarbij hebben in die Tour. Dat klonk al erg goed, maar vooral ook natuurlijk met deze tegenslag. En dan ook nog eens na vorig jaar, uh, dat het dan ook nog lukt om, uh, of ja lukt, dat ze, dat ze zeg maar het vertrouwen blijven houden. Dat, dat, uh, ja, dat, 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 dat ze mij daarin willen hebben en dat ze het goed zien komen, dat, uh, ja, dat gaf wel veel steun. En uh, heeft mij ook wel gemotiveerd om, uh, om natuurlijk hard te blijven werken en te zorgen dat ik wel op de afspraak ben in, uh, in Frankrijk. Uh, het voordeel dat ik natuurlijk uh, alles wel een beetje kan, um, behalve het klimwerk. Um, dus dan ja, is het vooral ja, voornaam om, uh, om Primoz natuurlijk bij te staan in, in de vlakke ritten en in de nerveuze ja, voorbereidingen naar de finale toe. Um, nou ja, dan kan ik nog een beetje Tony ondersteunen in het controleren en, uh, en dan wellicht nog, uh, nog Wout ook hier en daar bijstaan. staan. Dus uh, ja, het is een beetje van alles wat, maar uh, ja, wel een hele mooie uitdagende taak, denk ik. En uh, ja, hopelijk kan ik hem goed uitvoeren. Het enige voordeel van uh, al twee voorjaren missen is dat Roubaix ook al uh, een aantal keer niet doorgegaan is. Dus die heb ik nog altijd niet gemist. En uh, ja, dat, als, als zeg maar die nog doorgegaan was, dan uh, ja, dat was eigenlijk dus het hele voorjaar weg geweest. En nu is het nog een soort van reden om, uh, ja, om toch nog te iets van een voorjaar te hebben als het ware, ook al is het dan nu in het najaar. Maar uh, ja, inderdaad, de Roubaix, zeker in de combinatie met het WK en nog uh, een Parijs Tours. Ja, zit dat toch nog eigenlijk een heel mooi uh, najaar in. En uh, nou ja, goed, laten we dan hopen dat ik misschien uh, van het nadeel een voordeel kan maken en uh, op frisheid uh, helemaal goed kan zijn daar.